Nou, ben ik hier in de Beekse Bergen in een safaripark. Loop ik onder andere vis Hendrik tegen het lijf. En nog veel. Even wacht hoor, die hebben zich verstopt. Daar nog twee. Daar nog iemand. Daar nog iemand. Maar ik heb gezegd dat ik een taaltest ga doen, dus ze zijn gevlucht. Vis Hendrik, als jij zegt, wordt je lerares ontslagen, is dan wordt met D of DT? Hi Sophie. Met DT. Ja, goed zo. Waarom? Omdat het een zij is, dus dan wordt het stampus T. Heel goed. En welk ezelsbruggetje kun je daarvoor gebruiken? Nou, ik dacht aan je leraar smurft. Heel goed. Dus daar komt er een T achter. Hij weet dat gewoon nog. En in welke klas zit jij nu? 4HAVO. 4HAVO. En je had mij in de brugklas. Ja. Ja. Nou, leuk dat je dat dan onthouden hebt. En met Vis Hendrik heb ik ook nog gedanst. Kun je weer in een andere video zien die al stok oud is. En nou, die jongens daar op de achtergrond. Haha, Vis Hendrik is slimmer als jou. Is dat goed of fout? Fout. Dat is fout is dan jij. Heel goed. Nou, kijk. Ze hebben nog wat geleerd, hè? Ja. Weer twee leuke jongens. Hallo. Hallo. Stel je even voor. Ik ben Gijs. Klaassen. Ja, en Gijs die zie ik telkens op Instagram en Facebook met paardrijden, hè? Want je bent best goed, heb ik begrepen. Ja. Ja. En? Max. En Max, en welke klas zitten jullie nu? 4 over 4. En ik had deze twee jongens in de brugklas. Nou, kijken of ze nog iets weten van Nederlands. Ik hoop het. Nou, mevrouw Boont beoordeelt deze jongens. Hoe schrijf je beoordeeld op het eind? Nee. T toch, want het is een andere persoon. Ja, en dan krijg je? Een T op het einde. Want? Dus DT. Is het met DT? Ja, toch? Mevrouw Boons beoordeelt deze jongens. Met DT. Dat is een goeie. Dat is een goeie, hè? Er zit nog een meisje daar. En er komt ook nog een jongen bij zitten. Misschien weten die het. Mevrouw Boons beoordeelt deze leerlingen. Hoe schrijf je beoordeeld? Ik denk met DT. Oh. Oh, en wat denk jij? LT. LT, ja. LT. 4HAVO, hè? Ja. 4HAVO. Ja. En waarom is het LT? Omdat het beoordeel is. Ja? Dan, ja, beoordelen. En dan EN eraf en dan T erbij. Heel goed. Stam plus T. De stam is beoordeel en dan komt de T achter. Omdat mevrouw Boon... Ik heb een D. En als je doet mevrouw Boon smurft, dan hoor je een T achter de stam. Maar de stam is met een L. En dan kun je dus nooit DT krijgen. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk, hè? Ja. Nou. Ik ben daar een beetje vergeten. Even kijken dan. Gijs, word jij later een bekende ruiter? Word. DT. Word jij later een bekende ruiter? Met DT. Gadverdamme. ja? Ik denk zonder T. Want? Omdat het voor de jij staat. Ja. Dus oh ja, oh ja. 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 En als je zegt smurf jij... Ja, nee, maar je komt nou weer een beetje op. Kom nu pas weer op. Nou, het is goed dat we dit gedaan hebben. Ja, ik moet het niet te lang maken, want dan vindt iedereen het saai worden natuurlijk. Ik wens jullie heel veel succes. En dit komt dus op YouTube. Nou, we staan hier trouwens zeer toepasselijk bij de chimpansees. Soortgenoten. Soortgenoten van ons. Net zo slim als wij allemaal, hè. Oh. Kijk, nou zie je hem wel. De kleine neushoorn. Ah, weer twee slachtoffers gevonden. Zo, en wie zijn dit? Stel je even voor. Ik ben Floortje. En ik ben Nienke. En welke klas? 4HAVO 2. Nou ja, in ieder geval in 4HAVO. Ja. Kijk of jullie taalkennis iets beter is. Goed, ja. Daar komt hij. Het virus verspreidt zich snel. Hoe schrijf je verspreid op het einde? DT. En waarom? Omdat verspreid is met een D. Ja, dat is de stam. En dan T komt erachter. Ja, want? Je PV, ik ervoor, ik erachter of zoiets. Ja. Of loopt, mag toch ook? Ja, mag ook. En dan komt er een T. Het virus loopt, hoor je de T. Of het virus smurft. Ja. Ja, krijg je T erachter. Dan even kijken... Floortje, jij bent groter als haar. Is dat goed? Ja.
Nee. Nou ja, groter dan jij. Juist, groter dan jij. Dan, omdat er verschil is. En jij, omdat je kunt zeggen dan jij bent. Ja. Ja, oké. Okay. En nu, is dit jouw vriendin? Moet jou dan met of zonder W? Is dit jouw vriendin, met of zonder W? Met W. Want? Het is bezittelijk. Goed zo, ja. Hey, je doet goed. Ja, heel goed. Nou, ik wens jullie veel succes met alles. Ja. Met deze dag en met 4HAVO ook, hè. Ja, en bedankt. Doei. Kusjes. Hier de okapi. Heeft een heel lange tong, maar die zal hij nou natuurlijk niet uitsteken. Net de okapi. En Sude die zit hier bij mij. Sude zit ook in 4HAVO. En kun jij zeggen, wat is het meervoud van okapi? De meervoud van okapi is okapi's. Ja, met op het einde? Met een apostrof S. Want? Ja, het is een I en dat is een klinker, dus dan moet je altijd een apostrof S erbij zetten. Want als je die S eraan vast zou maken, wat zou je dan zeggen? Okapis, en dan klinkt zeg maar niet. Nee, okapis, dat lijkt me niet echt handig. Oké, nou bedankt weer. Zo, de laatste voor vandaag. Oh god. Drie dames uit 4 Atheneum die in de brugklas nog met mij gedanst hebben. En dat stond pas nog op mijn Facebook. Een paar dagen geleden stond dat nog op mijn Facebook. Ja, was heel leuk. Ik wil jullie even iets vragen. Wij juichten toen de zebra voorbij kwam. Juichten. Met welke letters op het einde? Nou? Ja, maar dat is, ik dacht juichten. Je zei juichten. Dat is goed, dat is goed. Nou, waarom moet die N erachter? Omdat meervoud. Prima. En waarom is het juichten en niet juichden? Maar de kofschip. Ja, hoe werkt dat? Nou, als de letters waar het op eindigt van het kofschip, als het daarin staat, steekt. Ja, wat daarin is. De O en de I. De O en de I niet. Nee, maar als ze bijvoorbeeld juichen hebben, naar welke letters moet je dan kijken? De laatste letter. Ja, de laatste letter van, juist, EN eraf halen en die letters en die moeten erin zitten. En dan hebben we, jullie gebruiken het fokschip of het kofschip of? Het is het ex-kofschip. Nou, en de vierde klassers van vroeger, die hadden daar nog een andere variant op bedacht. En dat is sexy uitschuifpik. Ja. Ja, die kennen we nog. En die zit ook nog in een video met Makan. Nou dames, leuk jullie getroffen te hebben. En heel veel succes hè, dit jaar. En de enige jongen in het gezelschap die durft zich niet te vertonen. Die is het. Die wil er niet bij. Nou, hartelijk bedankt. Jullie zijn heel fotogeniek. Nog even leuk Afrikaans muziekje en dan naar huis. Nu ik in Nederland moet blijven, wil ik graag bijles gaan geven. Ik kan bijles Nederlands geven, Duits, ja, misschien nog wat andere dingen. Als je dat wilt of als je iemand kent die bijles nodig heeft, dan kun je reageren. Marijboons@kpnplanet.nl